Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag is het 1 januari 2015 en met 2015 beginnen we met Call of Duty Advanced Warfare gameplay met mijn gezicht erbij, want dat is gewoon nice, als je mij ook gewoon een beetje ziet, weet je wel. 1 januari 2015, dat betekent dat we afgelopen nacht heel veel mensen een braaksel op de straat hebben laten liggen. Dat er heel veel mensen braaksel in de wc hebben laten liggen. Dat er heel veel mensen vuurwerk hebben afgestoken. Er zullen ook wel mensen zijn die hun vingers zijn kwijtgeraakt. Allemaal van dat soort dingen. Ik hoop dat je een beetje een leuke nacht hebt gehad. Dat je een beetje een leuke oud en nieuw hebt gehad. Bij mij is het niet helemaal. Het was wel oké. Okay. Ik heb betere oud en nieuwtjes meegemaakt, om eerlijk te zijn. Wat heb ik allemaal gedaan? Gisteren ben ik eerst bij mijn schoonmoeder geweest. Daar hebben we even gegeten samen met wat mensen. Mijn schoonzusje was er, die is 8. Ze is net 8 geworden. Hartstikke leuk. Helemaal vol in spanning. Want oud en nieuw, weet je wel. Sterretjes en knetteretjes en dat soort dingen. Superleuk voor haar. Dus daar hebben we eventjes een gedeelte van de dag, van de avond, hebben we daar doorgebracht. En toen ben ik daarna doorgegaan naar een huisfeestje. Ik kende daar niet zo heel veel mensen. Sommige heb ik wel eens een keer gezien van gezicht. Maar eigenlijk ken ik ze niet. Op een paar na. Daar had ik het heel gezellig mee. Maar toen gingen er een aantal weer weg. En toen was het zeg maar me, my wife en een vriend van me. Met een heleboel andere mensen die ik niet kende. En er was bier, dus dat is al top. Er was drank, dus dat is top. Daar zijn we eigenlijk gebleven tot wat is het, 12:15. En toen hadden we eigenlijk al geen zin meer. De klik was er niet gewoon echt met heel veel mensen. Of in ieder geval, er was geen aanleiding. En toen hadden we zoiets van, weet je, mijn meisje zei, kom, we gaan lekker naar huis. En toen zei ik, weet je, prima, we gaan naar huis. Dus het was niet echt een party till you die. Het was niet van zuipen tot te kruipen. Dat was eigenlijk allemaal niet aan de orde. En dat vond ik op zich wel jammer, een beetje. Oud en nieuw is toch voor mij altijd een feest waarbij je lekker losgaat. En dat was dit jaar niet. Niet dat het een ramp is. Het is niet dat 2015 nu in één keer heel slecht begonnen is. Nee, absoluut niet. Maar volgend jaar wel een stuk beter. Dan ga ik het zelf wel weer organiseren. Want als ik het organiseer, party! Volgens mij heb ik het wel eens verteld. Maar ik heb 2 jaar geleden, toen ik voor het eerst oud en nieuw vierde sinds ik getrouwd was, hadden wij een klein huisje. Dat was niet dit huis. Hadden wij een klein huisje. Daar hadden wij boxen staan, van die speakers, bas, weet ik het allemaal. En rookmachines, lichten in mijn huis opgehangen. Echt serieus, het was eigenlijk allemaal too much voor een te klein huis. De spullen die ik had staan, dat zie je meer in een club dan in een huis. Dat hoort niet echt in een huis. Maar dat maakt niet uit. Het was wel hartstikke leuk. Het was hartstikke gezellig. Echt, de muziek is toen zo hard gegaan. Echt letterlijk gewoon mijn ramen, die waren non-stop aan het trillen. Buren die konden het was een losstaand huis, maar de buren zeg maar, die konden de muziek alsnog horen. Vonden ze niet erg. Met zo'n avond vonden ze het helemaal prima. En drank heeft toen goed gevloeid en toen heb ik nog iemand die in één keer een joint opstak in mijn huis, die heb ik het huis uitgesmeten. Ja, best wel eigenlijk. Dat is wel grappig. Ik ben niet tegen drugs of zo. Je moet lekker doen wat je zelf wil doen. Hè? It's your life, your shit. You need to decide for yourself. Maar hij zat zo op mijn bank, zat hij zo, letterlijk zo'n joint. Zat zo lekker te rollen. Prima, als jij op mijn bank een joint wil rollen, moet je lekker doen. Geen probleem. Maar hij dacht dus dat omdat er zoveel dingen mochten in mijn huis, dat hij alles mocht doen in mijn huis. Ja? Nee, niet echt. Dus hij zit zo op mijn bank, zit hij zo lekker te draaien en in één keer steek je naar. En ik sta daar en denk, waar ruik ik toch? Ik zag al wel dat hij een joint aan het draaien was, maar ik was gewoon verder aan het dansen en aan het doen en zo. Dus ik denk, ik draai hem om en ik zie hem daar zo zitten. En ik pak hem zo bij zijn nekvel. Echt letterlijk bij zijn nekvel. En ik woon een verdieping hoger, zeg maar. Dus als je een normaal huis hebt, dan was mijn woonkamer en alles zat zeg maar op de bovenverdieping. En ik pak hem bij zijn nekvel en ik sleur hem naar de trap. Dat er echt gewoon mensen achter me aan renden. Die dachten dat ik hem echt letterlijk van de trap af zou gooien gewoon.
En ik heb hem ook echt het huis uitgetrapt en hij mocht niet meer binnenkomen. En ik zeg veel plezier, fijne avond en later. Ik vond het heel fijn, maar dat doe je niet in mijn huis. En als je denkt van, hè, ik wil het doen, dan vraag je het. Dat is best wel logisch. Hoe ik hier allemaal opkom, oud en nieuw, 2 jaar geleden. Super top. En ik zie dat ik vergeten ben om dat stukje eruit te knippen. Maakt niet uit. Dan moet je maar even de herhaling en alles zien. Zo was het leuk. Dus dat was oud en nieuw 2 jaar geleden. En vorig jaar hadden we hetzelfde soort. Alleen in dit huis was een stuk leuker dan dit jaar. Maar het was ook niet super. Maar dit jaar was het gewoon niet helemaal. Dus volgend jaar moet ik gewoon lekker weer helemaal organiseren zoals ik het zelf wil. Hè? Dan komt het weer helemaal goed. Maar ja, dat volgend jaar, hè? Dat is iets heel anders. Oké, 2015 komt eraan. Of is er eigenlijk nu. En ik wil iedereen gewoon de beste wensen toewensen. Hè? Ja. Ja, beste wensen. Mensen die jou de kop uitknallen het hele jaar door, die wensen jou het beste voor het komende jaar. Snap jij het nog? Nee, ik ook niet. Dan, echt serieus, die mensen die staan daar, die schelden je uit het hele jaar door, die trappen je naar de kloten het hele jaar door. En dan met oud en nieuw, de beste wensen. Ja, flikker op met je beste wensen. Ik zie je nooit, of je doet al wat kut, beste wensen in je hol. Maar in ieder geval, ik wil jullie wel het beste wensen. Dat is echt wat echt serieus. Dan sta ik eerst. En het beste wensen dan. Oké, hartstikke leuk. Dus ja, ga lekker genieten van dit jaar. Ik hoop dat er heel veel mooie dingen, leuke dingen voor bij jullie ook op jullie pad komen. Dat jullie gewoon mooie dingen gaan tegemoet gaan. Zo. Dat ja. Nee, ik wil eventjes een paar dingen. Ik wil bijvoorbeeld Paul wil ik bedanken voor het afgelopen jaar. Vis wil ik bedanken voor het afgelopen jaar. Dat hij mij niet mee had genomen naar de gevangenis. Zeg maar dat ik daar ook moest zitten voor al mijn crimes. Nee, grapje. Ach, wat is dit slecht? Maakt niet uit. Ik wil Vis, Paul, wil ik een hele fijne jaar toewensen. Beste wensen voor jullie. Beste wensen naar Erik, Roy. Roy, die al lang niet meer aan YouTube doet, maar toch. Yo. Beste wensen, jongen. Nou, en nog eigenlijk heel veel anderen. Gewoon beste wensen naar alle YouTubers toe. Hoop dat jullie een mooi YouTube-jaar tegemoet gaan. Dat jullie gewoon veel leuke, knappe, geniale, mooie video's gaan maken met heel veel creativiteit erin. En naar alle kijkers ook gewoon beste wensen naar jullie. Dat jullie gewoon heerlijk, lekker mijn video's mogen bekijken. Toch? Nee? Oh, dan niet. Maar alsnog beste wensen. Beste wensen. 2 minuten over beste wensen. Als ik zou willen, zou ik 10 minuten lang over beste wensen kunnen praten. Maar dan op een gegeven moment dan denk je, ja, steek die beste wens maar gewoon lekker in je reet. Gisteren gingen wij een wensballon de lucht in duwen. En we steken hem aan. We wachten even, zodat het op een gegeven moment de wind pakt. Zeg maar, of dat die de lucht in gaat. En we laten hem los. En een windvlaag komt hem zo de boom in. Ik dacht eerst even dat de boom tot de grond zou afwikken. Maar dat gebeurde gelukkig niet. Jammer. Maar... ja, dat is dat. Oké, hartstikke top. Dan komen we langzamerhand aan het einde. En eigenlijk datgene wat ik wilde zeggen de hele video lang. Is, ik wil een Q&A doen. Je ziet veel Q&A's op YouTube. En de ene doet het elke week een keer. En de andere die doet het 1 keer in de maand. En de andere, zoals ik, die doet het gewoon 1 keer in de zoveel tijd. Heb je nog nooit een Q&A van mij gezien? Dan moet je dat dus, zeg maar, nu even kijken. Als ik een baan kon kiezen, maakt niet uit, geld speelt geen rol, dan 100% YouTube. 100%. Dat is nu ook al, maar ja, ik moet toch kunnen leven en zo, dus dan moet je andere dingen doen. Maar 100% YouTube. Zeker weten. Ja, echt waar. Geloof me niet? Dat is waar. Echt waar. Oké. Best leuke Q&A, of niet? Dat dacht ik ook. Ik dacht ook, dat is best een leuke Q&A. En ik wil gewoon vragen aan jullie, heb je vragen aan mij? Zet ze gewoon nu in de comments, gewoon nu. Gaat die tik. Ik ga op geen één comment reageren in principe onder deze video. Dan weet je dat alvast, je krijgt geen reactie van mij. Omdat ik die Q&A wil ik dus uitgebreid gaan behandelen. Als jij een vraag hebt. Dus verwacht niet dat ik nu zeg maar iets eronder ga zetten. Maar ik verwacht wel dat waarschijnlijk je comment beantwoord gaat worden. Lekker. Dan ga ik een Q&A doen op my style. Natuurlijk, gewoon... facecammetje erop en dan ga ik gewoon weer lekker editen en leuk doen. Dus een Q&A. Heb jij een vraag over hoe lang mijn... ja, dan mag jij dat gewoon neerzetten. Dan beantwoord ik hem waarschijnlijk niet. Of ik laat het zien met een meetlat. Dan weet je dat ook. En ik heb het nu eigenlijk over mijn bilhaar. Oké. Slecht.
Ja, schets zet gewoon alles neer wat je wil neerzetten. En wie weet ga ik hem gewoon beantwoorden voor je. En dan kom je er uiteindelijk wel achter. En dan wordt het gewoon weer een leuke video, toch? Dacht ik ook. Super. Hey, top. Dan is het wel zo'n beetje tijd voor het einde van de video. Want met dat stukje ertussen, dan maakt het allemaal heel lang. Ik vond het eigenlijk wel leuk met zo'n cameraatje zo op me gericht dat ik ondertussen naar jullie zit te praten. Terwijl er ondertussen gameplay afspeelde, ik met mijn koptelefoon op zit en dat ik echt denk, volgens mij zie ik er niet uit. Ja, trouwens mijn haar, ik weet het, ziet er ontploft uit, ik kom uit de douche. Hè, dat is mijn haar. Als ik uit de douche kom, er zit geen gel meer in en alles, dan is het gewoon zo... Ziet het er niet uit. Maakt niet uit. Ik heb gewoon lekker gedoucht, dan weet je dat ook, hè? Top. Ik zeg hele fijne avond. Ik hoop dat 2015 heel veel moois gaat brengen naar jullie. En ook naar mij, hoop ik ook. Ik hoop dat het gewoon een jaar wordt waar je gewoon heerlijk lekker relaxed doorheen kan komen. En veel kan leren, veel groei. Ik hoop op veel groei. En dan niet zozeer alleen op YouTube gebied, dat ook natuurlijk. Maar ook gewoon persoonlijk gebied. Gewoon lekker veel groei. Dat ik gewoon veel mag leren, dat soort dingen. Oké, ik zeg hele fijne avond en tot de volgende video. Zoiets? Volgens mij zie ik er echt niet uit. Dat is zo motherfucking lelijk af en toe. Ach ja. Kan jij je kop dicht houden? Kut gameplay. Heb ik zeker gehaald, of niet? Ja. Ik moet toch ook wel leren van gamen, want dit zie ik niet uit. Oké, die gaan we dit eens afsluiten. Ja. Nee, dit doe ik niet expres hoor.